De vier scoutinggroepen in Schiedam organiseren in de kerstvakantie voor alle kinderen een pubquiz waaraan je vanuit je eigen huis mee kunt doen. Er zijn aparte rondes voor de diverse leeftijdsgroepen. De pubquiz is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Schiedam-Vlaardingen om coronaproof activiteiten te ontwikkelen voor kinderen en jongeren nu er niet zoveel mogelijk is. Als je mee wil doen om de prijzen kun je je tot zondag 20 december inschrijven. De pubquiz wordt op dinsdag 22 december gespeeld. Ja, we hebben even van tafel gewisseld. Aan tafel Zoe Melief. Zij is van de scouting in Schiedam. Er zijn er een heleboel, daar gaan we zo mee praten. En we knallen eruit met Ricardo Nielsen. Ja, die heet knal 010, maar het wordt dadelijk denk ik meer een sterretje 010. Maar daar hebben we het dadelijk wel even over. Zoe, hoeveel scoutingverenigingen zijn er in Schiedam? Vier. Vier? Ja. Waarom niet één? Dat is toch veel makkelijker? Nou ja, we hebben er hier één op de haven. We hebben een groep die ook dingen met water doet. Iedere groep heeft zijn eigen cultuur en een eigen plek. Ja. Wij op de haven hebben natuurlijk niet heel veel buitenruimte, dat heeft de andere groep weer wel. Allemaal een eigen... Ja, jullie zitten op de Lange Haven? Ja, klopt. Ja, en daar heb je een groot lokaal of zo? Of hoe zit nee, dat? Daar hebben we een heel gebouw. Een oud pand op de haven. Oké. Okay. Dus daar hebben we heel veel lokalen voor iedere leeftijdscategorie eentje. Oké, okay. En alle activiteiten die daar plaatsvinden, is dat alleen in het weekend of ook op woensdagmiddag bijvoorbeeld? Nee, we hebben zaterdagochtend opkomst voor van 4 tot 11 en op vrijdagavond voor alle ouderen speltak. Voor alle oudere kinderen. Ja. Je hebt nog een echte scout meegenomen. Ik heb een echte scout meegenomen, die zit ook bij mij in het onderdeel. Ja, Ricardo, welkom. Zie je er mooi uit? Heb je dat elk weekend aan of alleen als je naar de scouting gaat? Alleen als je naar de scouting. Oké. En vind je het leuk bij de scouting? Ja, heel erg leuk. We doen ook veel samen. En we gaan ook vaak heel veel bouwspellen doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Bouwspellen? Dan krijg je 10 balken en dan moet je er een huis van maken of zo? Nee, bouwspellen met een bal. Dus oh, met een bal. Ik verstond balken. Ik denk je gaat een huis maken. Balspellen, gaat dat daar, ja? Ja, dat wordt regelmatig wel gedaan. En... we doen vaak ook elke week wat anders. Het wordt heel creatief voor ons bedacht en dat waardeer ik wel. Goed, nou, blijf gezellig luisteren naar ons, want we gaan het nog even hebben over een pubquiz. Een pubquiz hoort toch helemaal niet bij de scouting? Nou, er hoort van alles bij scouting. Scouting doet knopen leggen, dingen met balken bouwen tot balspellen, knutselen. Dus een pubquiz past daar zeker ook bij. Ja, ja. Maar dat is voor het eerst, denk ik, hè, voor jullie? Nou, we hebben 2 jaar terug, hebben we ook als jaarafsluiting, als bedankje voor onze vrijwilligers, hebben we een pubquiz gedaan bij onze groep. Iedere groep organiseert wel eens een quizje voor een speltak. Maar dat we het met z'n vieren doen, is wel voor het eerst. En dat is te danken aan corona. Nee. Nou heet het wel pubquiz, maar pub moeten we maar even weglaten, ja, denk ik. Ja, moet je thuis even pub bouwen. Ja, maar wat jullie gaan doen, lijkt dat wel op een pubquiz? Ja, we hebben 2 rondes. Eentje voor 4 tot 11 jaar, eentje voor 11 tot 15 jaar. 7 tot 11 en 11 tot 15 jaar, sorry. En dan presenteren we een quiz en dan kan je vanuit je huis meedoen op onze website en vragen beantwoorden. Ja, ja. En die vragen hebben jullie die gekocht of hebben jullie die zelf allemaal gemaakt? Die hebben we allemaal zelf gemaakt. Zelf gemaakt? Zelf gemaakt, okay. Ja. En wie was de oprichter van de scouting in de wereld? Dat weet je ook natuurlijk. Dat weet ik ook. Dat is Lord Baden-Powell. Ja. Dat is een vraag die er niet in zou zitten. Oh. Want de quiz die is niet alleen voor scoutingleden, maar ook voor alle andere kinderen in Schiedam die eventueel mee willen spelen. Ja. Oké. Okay. En waar staat het borstbeeld van Baden-Powell? Dat weet ik niet. Kijk, zie het. Hè? Staat in het park in Rotterdam bij de Euromast. Oh ja, dat wist ik wel nu het zegt. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar wat voor vragen zitten er wel in, zonder te veel te verklappen? Ik heb muziekvragen gezien. Er zijn vragen over vloggers. Er zijn vragen over bekende tekenfilmfiguren, mensen van tv. Allemaal verschillende vragen. Dus ja. Als het goed is, kan iedereen minimaal 3 vragen goed beantwoorden. Oh, kijk. Daar mikken we op. Nou, is een quiz pas leuk als je er wat mee kan winnen. Hoe zit dat bij jullie? Nou ja, we gaan nog niet vertellen wat je kan winnen. Maar als je jezelf opgeeft op uitdagendequiz.nl, dan kan je iets winnen. Ja, en nodig dus ook je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes worden uit. Worden dat verre reizen naar Hawaii of valt dat mee? Ja, dat kan niet door corona. Hè? Kijk, het was het plan, maar helaas zal dat er niet tussen zitten. Okay. Maar wel leuke prijzen. Hele leuke prijzen. Oké. Okay.
die vragen, worden die persoonlijk gesteld of hebben jullie allemaal filmpjes? Nee, wij gaan, het wordt live gepresenteerd vanuit een poppodium. En dat kunt u dus vanuit thuis volgen. En er is een website gebouwd waar de kinderen de vragen op kunnen beantwoorden. Ja, als je nou echt meedoet bij een pubquiz, dan wordt er steeds even gepauzeerd. Hè? Dan wordt er even gekeken wat de tussenstand is. Gaat dat bij jullie ook zo? Ik weet zelf niet hoe het programma in elkaar zit, maar de uitslag wordt zeker gegeven. Kijk, hoe kan ik meedoen? Ja, ik niet, maar hoe kunnen mensen meedoen? Jezelf als je voor de prijzen eerst opgeven op uitdagendequiz.nl. En daar staat alle informatie. Ja, en ga je dan ook bijvoorbeeld met het gezin meedoen of zeg je nee, alleen die ene persoon moet voor de buis gaan zitten? Nou, kijk. Je mag het met je broertje zus samen doen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je ouders erbij betrekt. Als je op de achtergrond ineens antwoorden hoort, dan gaat dan het is het een beetje vals spelen. Oké. Okay. Ricardo, ga je ook meedoen? Ja, waarschijnlijk wel. Het lijkt me wel leuk. Ja? Ja. Ben je goed in quizzen? Of in spelletjes? Niet heel erg goed, maar ik zal mijn best doen. Ja, ja. Hij heet trouwens Dries. Ik heb hier staan Ricardo. Maar hij Dries. Oh, neem me niet kwalijk, zeg. Ik heb hier staan. Oh, dat is Ricardo. Die heeft misschien wel bij de scouting gezeten. Maar nee, dat ik is heb heel niet bij de scouting gezeten, nee. Maar dat kan misschien nog. Ik vind het wel heel leuk wat ze doen, trouwens. Ja, ja. Ja, kan het wel als hopman of zo. Ja, misschien wel, ja. Sorry, Dries. Maar bij deze is dat terechtgezet. Veel plezier met de pubquiz in ieder geval. Hè? Bedankt. Oké. Zoe, dat is wel goed natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Okay. Succes met de pubquiz. Leg even uit wanneer het is en hoe je op kan geven. Nou, nogmaals, je kan je opgeven via uitdagendequiz.nl. En het is op dinsdag 21 december. Ja, en dan vanaf 2 tot 3 voor... Van 2 tot 3 voor 7 tot 11 jaar. En later die andere. Ik heb hier staan dinsdag 22 december. Sorry, 22. Dat we even goed gezegd hebben. Bedankt. Oké, dan kun je dus opgeven. Maar je hoeft geen lid te zijn van de scouting, hè? Nee, nogmaals, je hoeft geen lid te zijn van de scouting. Oké. Ga je zelf ook stiekem meedoen? Nou, ik ben bezig met de quiz online houden. Dus ik kan niet meedoen. Oké. Maar je bent moeilijke vragen aan het verzinnen? Die zijn al verzonnen. Oh, die zijn, al klaar. Ja, okay. Dus we moeten nog even nagelezen worden op type taalfoutjes. En, dan, en is het vaak multiple choice of moeten ze één antwoord geven? Er zit van alles wat bij. Oké. Nou, je verklapt niet al te veel. Nee, als ik te veel verklap, kunnen mensen zich voorbereiden. Oké. Veel plezier. Dank u wel. En in deze moeilijke tijd van corona toch een leuke activiteit. En zeker dat jullie dat met alle scoutinggroepen bij elkaar doen. Ja, dank je wel.